Dan komen wij snel terug naar het begin bij agenda punt 4. Het raadsvoorstel investeringskrediet voor de aankoop parkeergarage Emma Passage. Kom bij de fractie van de LST. Heer Smolles. Ja, dank je wel, voorzitter. Ja, dit raadsvoorstel behoort toch wel tot een van de ongeloofwaardigste raadsvoorstellen die ik in 8 jaar heb gezien. De wijze van handelen van Wereldhaven, dat zal ik direct even bespreken. Maar de gemeente die dat allemaal maar als zoete koek hapt, ik snap het allemaal niet meer zo goed. Ik hoor net D66 zeggen over rentmeesterschap. Nou, dat is dit zeker niet. Je laat je gewoon gebruiken door Wereldhaven als pinautomaat. Ja, de SP heeft weer een dubbel gevoel, daar kennen ze weer alle kanten op. En GroenLinks die raakte wel de spijker een paar keer goed op zijn kop. Absoluut. Het kan gewoon ook zo eigenlijk helemaal niet. Als je gewoon normaal met je gezonde verstand en als je dit zo zit te lezen, dan krijg je al diverse vragen die zomaar in één keer al opborrelen. 8,4 miljoen om hierbij te leggen, om die oude parkeergarage te kopen en dan voor die parkeerplekken waar je absoluut geen meer parkeerplekken krijgt. Nee, je moet blij zijn als je maximaal gelijk blijft aan je 295 plekken. En er zijn nog een aantal bijeffecten waardoor de plekken nog minder worden. Dan is het toch vrij simpel. Dan denk je in eerste instantie, kun je niet veel beter die parkeergarage daar gewoon laten zitten. En ergens anders maar een parkeergarage bouwen of uitbreiden of weet ik veel wat. En het is allemaal zo tegenstrijdig wat hierin staat, alsof over zoveel jaren 40% minder parkeerplekken nodig zijn. Ja, natuurlijk krijgen we wel andere auto's die zelf in kunnen parkeren, maar die moeten nog steeds een plek hebben. Natuurlijk krijgen we andere auto's die geen brandstof meer verbruiken, maar gewoon een kabel inderdaad. Daar zou je aan moeten gaan denken, hè? Stopcontacten. En het is allemaal zo ongeloofwaardig. We hebben hier een maand of twee geleden nog gezeten over dat we ons zorgen maakten over de parkeergelegenheid in de binnenstad. Dat we daar toch absoluut heel erg mee uit moesten kijken, omdat we zo'n grote ontwikkelingen hebben in deze stad. Dan verwacht je toch meer mensen. Nou, daar hadden we al een paar keer hebben we al gezegd, nou, maak dan een transferium voor de mensen die van buiten afkomen. En dan vandaag zitten we hier allemaal maar doodleuk elkaar wijs te maken alsof dat de parkeerplekken met 40% zouden dalen. Hoe krijg je het verzonnen? Dat komt zomaar uit de lucht vallen, zomaar in één keer. Er zal alweer een of ander rapport onder liggen, maar goed, rapporten kun je tegenwoordig voor het gewoon kopen. GroenLinks zei het al, de afspraken die wij eerder gemaakt hebben met Wereldhaven, doen er die niet meer toe of hoe zit dat nou? We worden continu voor de gek gehouden. Onlangs hebben we weer 3 panden aangekocht. Dan heb ik het nog eens niet over wat er allemaal al in het verleden is gebeurd. Hè? De doorsteken en noem het maar op, daar hebben we al gigantisch veel geld mee ingestoken. Daar hebben we het niet over. Maar waar we nou elke keer maandelijks bijna mee verrast worden, moet er in één keer weer 3 panden aangekocht worden bij Stadhuisstraat. Hè? Om maar een betere ontsluiting te krijgen. Voor wie? Voor Wereldhaven. Enkel alleen maar voor Wereldhaven. En dan zeggen we, dan gaan we 2 panden straks terugkopen. Of tenminste, die gaan we verkopen. Vergeet het maar, want als je daar een fatsoenlijke ontsluiting wil maken, kun je niet door 1 winkelpand met een vrachtwagen. Dat is te smal. Dus dan zitten we straks weer. Van ja, maar we kunnen nou die 2 panden, dan gaan niet. Want dan moeten toch eigenlijk alle 3 de panden. Het is allemaal zo voorspelbaar. En we slikken dat maar als zoete koek. We hebben het nog niet over het morele kompas van Wereldhaven. Kijk, ik ben blij dat die ontwikkelingen hier zijn, dat we een speler hebben als Wereldhaven. Maar een kind kun je verwennen, dat weten we allemaal. Ik denk dat je Wereldhaven aan het verpesten bent. Die denken dat hier alles maar kan, dat we allemaal hier gekke Henkie zijn of zo. Dat kan gewoon niet, dit. 3 winkelpanden, hupsakee, doen we maar even. Boeketje, moreel kompas, veeg maar van dat plein af. He, en dan kunt u wel zeggen, ja, het boeketje, daar gaan we wel iets verzoeken. Dat is niet wat het boeketje met u heeft afgesproken. Want u probeert een banaanrecht te gaan praten. En dan hebben we het dan maar over een bijeffect van dit verhaal. He, ook nog eens de morele kant van het verhaal. Dus
Ik heb er een ontzettend akelig gevoel over. Het is natuurlijk ook van de zotte als je een winkelcentrum hebt. Inpandig heb je daar een parkeergarage in, om dat dan te willen verkopen. Ja, dat verzin je toch niet zoiets? Terwijl ze in heel Nederland parkeergarages hebben, komen ze met de smoes. Dan hebben we het niet over een of andere ondernemer die een paar miljoen heeft, hè, als vermogen. Nee, we hebben het hier over een multinational die meer dan 100 miljoen winst maakt per jaar. Die dan hier bij ons komt, ja, natuurlijk doen ze dat. Er zijn er wel meer die dat hier hebben geprobeerd en voor elkaar hebben gekregen. Hun hebben dat wel door en ik vind dat wij daar stevig in moeten onderhandelen. Want in dit stuk, van begin tot eind, het is gewoon, het doordrenkt van eenrichtingsverkeer. Wereldhaven bepaalt en BMW betaalt. Zal ik het daar maar in eerste termijn bij houden? Ik ga kijken of er in tweede termijn nog heel veel behoefte is. U in herinnering roepend dat wij een volle agenda hebben. Ik kijk naar de fractie van D66. Meneer Vergonnen. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank aan de wethouder voor de antwoorden. Dank ook voor de toezegging op twee belangrijke punten waar een aantal vragen vanuit onze fractie aan gekoppeld is. En dat was één inzicht in de totstandkoming van de waardebepaling. Kopen we het voor een reële prijs in de markt? Dus ik kijk uit naar de toelichtingen daarbij. Kom bij de heer Smolders. Behoefte nog aan de tweede termijn. En ik vertel u, en dat geldt dan ook voor de rest van de commissie, dat de geplande tijd er nu op zit. Goed, voorzitter. Dan zal ik met positieve beginnen. Dan kan ik heel kort zijn. Voor het negatieve kan ik toch wat meer tijd uit moeten trekken. Maar het positieve is dat de wethouder het over transferium heeft gehad. Dus dat is dan het positieve. Maar voor de verdere rest is er eigenlijk weinig positiefs te melden. Omdat ik echt vind dat we vandaag allerlei... Ja, ik vind chantage vind ik niet het juiste woord. Maar onder druk gezet worden met allerlei drogredenen. Want ik vind ze geen steekhoudende argumenten, want dan zou ik daar nog wel iets voor voelen en dan zou ik ook niet zeggen wat ik heb gezegd. Hè, want sowieso word je dan sowieso toch onderuit gehaald als je die dingen zegt. Nou, er is nog weinig onderuit gehaald, moet ik heel eerlijk zeggen. Voorzitter, ja, ik krijg bijna medelijden met Wereldhaven. Hè. Het is een armlastig bedrijf. Ze hebben echt ons wel nodig, hè. Zouden ze misschien, dacht ik net even, maar dat meen ik niet serieus, een zachte lening kunnen krijgen. Dat hebben we hier wel eens meer gedaan. Maar ik ben het. Ik denk dat hier niemand hier zit die niet een goede verstandhouding wil met Wereldhaven. Hè, om verder in die stad mee aan de slag te zijn en te gaan en om het verder af te maken. Maar je moet wel zaken scheiden. Het moet wel zakelijk blijven. Het is niet meer zakelijk. En dat is al een tijdje niet meer. En dat blijft. Maar het wordt steeds gekker, laat ik het dan zomaar zeggen. En dat was al bij die drie panden aankopen. Ik bedoel, wat hebben wij daaraan? Wereldhaven moeten ontsluiten met zijn toren en met zijn panden. Wij niet. Dat hebben we al eerder ook al veel groffer gedaan. Nog maar goed, maar laat ik het daar allemaal niet over hebben. En dan moet er dan gecompenseerd worden met een gigantische toren op Pieter Vredeplein. Hè, waar dan uiteindelijk die onrendabele top goed gemaakt moet worden. Waar dan die bewoners daar weer mee de klos zijn. Maar goed, het is een aaneenschakeling van. Hè, tot zelfs, wat ik net al heb gezegd. Een heel klein ondernemertje waar nog vertrapt moet worden. Dus een goede verstandhouding zijn wij ook heel erg voor. En dat vinden wij ook heel belangrijk. Dat vinden wij met elke investeerder in de stad. Maar wel op een gezonde verhouding. Ik vind dat hier de zakelijke verhouding niet meer gezond te noemen is. En daar hebben wij al eerder wat twijfels bij gehad. En daar hebben we al eerder kritisch op geweest. Maar ik denk dat vandaag echt wel daarin de overtreffende trap is. Want alles spreekt elkaar tegen. Of het nou gaat, het Wereldhaven geld nodig zou moeten hebben om deze investering te doen. Nou, geen mens gelooft er hier. Ook al zit je even te verdedigen. Zo kun je nog een aantal zaken. Alsof de rolluiken dicht blijven bij de Emma-passage. Denk je nou echt in hun eigen winkelcentrum, als wij niet meewerken, dat die rolluiken daar dicht blijven? Je gelooft het toch niet? Die zijn heel snel weer open als ze maar weten waaraan en waaraf. U moet de kader stellen. U moet de baas blijven. Samen met hun. Je moet op een gegeven moment daar zakelijk ook gewoon, kun je daar echt best wel een beetje stevig in zitten. En daarna ga je weer in hele goede verhouding verder met elkaar.
Maar ja, zo ga je heel veel vrienden krijgen. Absoluut. En zo wil iedereen investeren in deze stad. Dank me de koekoek. We krijgen niet meer parkeerplaatsen, maar dat is blijkbaar ook helemaal niet nodig. Het is precies wat GroenLinks zegt. We zijn niet tot maar, we willen een parkeergarage kopen, terwijl we geen parkeerplekken op termijn nodig hebben. Hoe krijg je het verzonnen? Daar kun je nou wel andere leuke grappen van maken. Ik zal het niet doen, want ik bedoel het serieus. Het is toch te gek voor woorden. En dan is het wel politiek heel handig van D66 dat ze nog wat onderbouwing willen hebben op een punt wat helemaal niet zo belangrijk is. Daar heeft niemand naar gevraagd. Dat is niet het pijnpunt van dit dossier. Vraag maar aan andere punten, meneer Vergool, wat wel zeer doet en waar iedereen hier moeite mee heeft. Ga dan maar verder uitvragen hoe dat er zit. Dat doet u niet. Trouwens, politiek wel handig, maar het is niet goed voor onze stad. De SP wil gelukkig geen kapitaal verstrekken, maar ik ben benieuwd hoe dat over een paar weken is, want dat hebben we al zo vaak gezien. De PvdA, ja, die... Daar hoor ik toch steeds meer het LST-geluid. Nou weet ik niet of dat wel een positieve ontwikkeling is, maar... de wijken die komen tekort. In het centrum wordt op een vierkante kilometer worden honderden miljoenen geïnvesteerd. En in de wijken te weinig. Hè, daar roepen wij al een jaar en hebben we dan ook als eerste in ons partijprogramma opgeschreven. Ik vind chantage zeggen iets te ver gaan, dat zouden wij nooit doen. Nee, in dit geval niet. Nou, het is geen chantage. Ik heb net gewoon gezegd dat het... ik weet al niet meer wat ik gezegd heb. Maar goed, ik maak er nou maar een heel klein beetje... maak het maar luchtig, want deze ontwikkeling is wel heel belangrijk voor onze stad, vind ik. Kijk, laten we daar nou heel eerlijk over zijn. Maar we moeten daar wel... anders mee omgaan. En dat is wat ik hier vandaag wil duidelijk maken. En meneer Oelemans heeft dat ook zo eigenlijk wel gezegd. Maar ook daarvan hebben we al een paar keer gezien dat ze hier heel kritisch zijn. En over twee weken is het weer gebeurd. De logica van allerlei zaken is ver te zoeken. En daar hoef je echt helemaal niet voor gestudeerd te hebben. Wou ik een grapje maken, maar dat doe ik maar niet. Een gemiste kans... Ja, kom op. Het is echt niet geloofwaardig. Ik weet wel wat gemiste kansen zijn. En Wereldhaven weet dat ook heel goed. Maar nou u nog. Dit is geen gemiste kans. Dit is gewoon Wereldhaven die denkt dat alles zomaar kan. Dat wij hier financiering gaan verstrekken. Dat is wat hier aan de hand is. U heeft uw werk wel goed gedaan, alleen op dit gebied niet. En dat is waar we eigenlijk, wat de LST hier gewoon echt wel duidelijk wil hebben vandaag. Want ja, dat vind ik echt jammer. En je moet als goede partners doorgaan, maar niet op deze manier, want dan respecteren ze u niet. Want dit is niet zakelijk meer. En dat is wat ik ontzettend jammer vind met dit voorstel. En ik heb het in het begin nog positief willen lezen, maar ik kan er echt niks van maken. En ik vind dit echt dat we hier de verkeerde kant mee op gaan. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Vergool. Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Smolders vatte mijn inbreng samen als van dat ik relevantere vragen had kunnen stellen om de stad vooruit te helpen. Wat ik ook constateer is dat de stad ook niet vooruit geholpen wordt met mooie woorden in de commissie. Maar als puntje bij het paaltje komt bijna altijd tegen de grote ontwikkelingen in de stad stemmen in de gemeenteraad. Laat ik dat in ieder geval ook gezegd hebben. Voorzitter, en dan mag de heer Smolders mij ook uitleggen waarom het geen relevante vragen zijn. Als ik iets koop, een huis of een auto of wat dan ook, dan wil ik zeker weten dat ik het voor de goede waarde koop. En dan kan ik inderdaad vervolgens een politieke afweging maken of ik iets wil kopen. Nou, voor het willen kopen kunnen we hier verschillende politieke afwegingen over doen. Maar volgens mij is het een hele relevante vraag als je als gemeente ook een parkeerexploitatie hebt. Je kunt een parkeergarage kopen, dat je daar serieus naar kijkt, maar dat je zeker wil zijn dat je hem voor de goede prijs koopt. Want als je hem voor de goede prijs koopt, haalt dat ook uw argument onderuit als zijnde dat je alleen Wereldhaven aan het faciliteren of aan het sponsoren bent. Want je koopt iets, je krijgt er iets voor terug en dat is een parkeergarage. Dus misschien kunt u mij uitleggen waarom het geen relevante vraag is die de D66-fractie stelt. Misschien kunt u mij nog overtuigen daarin. Maar ik denk dat het juist een relevante vraag is. En als wij hem voor de goede prijs kopen, moeten we deze kans niet laten liggen. Juist om de stad vooruit te helpen. En juist om te voorkomen dat we vastlopen op grote belangrijke ontwikkelingen zoals deze.
Meneer Vergool, u hebt inderdaad aangekondigd dat u inderdaad met belangstelling het taxatierapport tegemoet ziet. Ter onderbouwing van de goede prijs. Vindt u niet met ons dat wij eigenlijk dat voor deze commissievergadering hadden moeten hebben? En vindt u het ook niet onhandig dat als wij een vraag stellen en een antwoord krijgen en dat er dan verwezen wordt naar een bijlage die wij helemaal niet ontvangen hebben, zijnde een bijlage in dat taxatierapport? Ja, voorzitter, de heer Van Aal heeft recht op alle vragen en antwoorden die hij, of antwoord op alle vragen, zo moet ik het zeggen, die hij stelt. Dus als er die nu niet zijn, dan gaan die komen, heeft de wethouder ook toegezegd. Ik voorzie daar op voorhand geen probleem in. Mijn fractie heeft voldoende stukken gehad om het goed te kunnen behandelen. Dus dat gezegd hebben, ben ik vooral heel benieuwd naar het antwoord op mijn vraag, want die stelde ik tenslotte aan de heer Smolders van de LST. Of hij mij kan overtuigen waarom mijn vraag niet relevant is en of wat hij misschien dan eindelijk ook voor een grote ontwikkeling voor kan stemmen, zodat de stad verder vooruit komt. Ja, voorzitter, dankjewel. De heer Vergool, ik zeg niet dat u een onzinnige vraag stelt, maar dat is niet waar iemand het hier over oneens is, want uiteindelijk misschien dat je per parkeerplek dat het allemaal helemaal niet zo duur is. Ik denk, heb ik er niemand over gehoord. Het gaat helemaal niet over de prijs van die parkeergarage. Het gaat meer om wat moeten wij nu die parkeergarage kopen? En de argumenten die hier in dat stuk staan, dat Wereldhaven het kapitaal daarvan nodig heeft, is ongeloofwaardig. Dat een aantal zaken die ik net al heb genoemd, nou, die zijn zo ongeloofwaardig naar de toekomst toe, dat je 40% minder capaciteit nodig hebt. Maar ga je toch niet investeren in de parkeergarage? Dan heb je het nog helemaal niet eens niet nodig hoe duur die parkeergarage is. En als je al die zaken bij elkaar neemt, waar wij het net over hebben gehad, dan vind ik uw vraag maar een bijzaak. Omdat de rest van die argumenten al eigenlijk zo duidelijk zijn dat je helemaal die garage helemaal niet moet willen kopen. Dan is die prijs helemaal niet relevant. Daar zit de clue. Laatste interruptie en dan proberen we een beetje door te gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, de heer Smolders, je kunt het eigenlijk een andere afweging maken, maar rondom die aanschaf van die parkeergarage, of ik die wil kopen, in dit geval als gemeente, spelen inderdaad ook argumenten, en die noemt u even niet, als het is een strategische verwerving in het kader van je parkeerbeleid naar de toekomst toe. Juist als je wil kunnen anticiperen op parkeerontwikkeling in de toekomst, is het handig en verstandig als je nu deze kans voor aankoop niet zomaar laat schieten. En uw argumentatie van u sponsort Wereldhaven, die vervalt. Want die vervalt op het moment dat je als gemeente gewoon een goede deal sluit. En ja, je verkoopt wel eens wat. Je kunt wel eens een mooie auto hebben, maar ergens anders een investering in willen doen en die auto willen verkopen. Dat doe je niet omdat je die auto niet meer mooi vindt. Dat doe je omdat je iets anders wil doen, ergens anders in wil investeren. En een andere koper is waarschijnlijk, als hij een goede prijs betaalt, weer heel blij met die auto. Nou, maar Wereldhaven is misschien helemaal niet zo unhappy met die garage, maar zij willen graag andere dingen doen, de focus ergens anders opleggen. Daarom willen zij die garage verkopen, daarom ligt die vraag bij ons. En dat is ook een strategische vraag over strategisch parkeerbeleid naar de toekomst toe. En welke garages wil je dan in je portefeuille hebben als gemeente zijnde? En dat is de vraag. En daarom is de vraag, betaal je de goede prijs? Volgens mij wel degelijk een zeer relevante vraag. En anders vervalt in ieder geval uw argumentatie dat u zegt dat we Wereldhaven aan het sponsoren zijn. Tenzij u daar nog een of andere listige redenering aan op kunt hangen waarmee u dat onderuit kunt halen. Komt tot een afronding. Ja, voorzitter, dat heeft helemaal niks met listig zijn te maken. Want die strategische verwervingen van jullie, die ken ik wel. Dus ook met die drie panden in de Stadhuisstraat. Wat hebben wij daar aan strategische werving voor nodig? Hebben wij helemaal niet nodig. Dat is alleen maar in belang van Wereldhaven. En Wereldhaven, nog een punt, die heeft die garage absoluut wel nodig. Het is niet zo dat ze die auto zomaar weg kunnen doen. Nee, want die auto hebben ze nog nodig. Ze hebben wel parkeerplekken nodig voor een ontwikkeling die ze nog moeten doen op het Hendrikhof. Het is niet zomaar een auto die je weg kunt doen. Nee, ze hebben inderdaad ook nog gewoon een winkelcentrum waar dat in geïntegreerd zit. Daarom is de logica is helemaal weg. Een multinational die meer dan 100 miljoen per jaar netto winst heeft. Ik heb het nog eens niet over de omzet van nog veel meer. Hoe is het toch? Het is toch zo ongeloofwaardig als het maar zijn kan. En dan gaat u op een detail zitten. En gelukkig de andere coalitiepartijen niet. Die nemen wel hun verantwoordelijkheid, maar u niet. U probeert nou een klein nummertje te maken, maar ik denk dat ik wel duidelijk ben.
Dames en heren, de wethouder zal in tweede termijn reageren. Daarna ga ik u een ordevoorstel doen. Dus op allerlei manieren is dit een buitengewoon zakelijk besluit. Want wij gaan er geen euro op verliezen. Als tenminste de parkeersituatie zich zo voordoet. Zoals een groot deel van de oppositie op dit moment vermoedt. Namelijk, het is al te krap en er moeten meer parkeerplaatsen bij. Dan is er geen tekort op de parkeerprestatie dat zich zou voordoen. Die 31.000 euro, die hoeven we dan dus niet mee te rekenen. Er doet zich geen tekort voor. Er is nog steeds een winstgevende exploitatie. Wij kopen het voor een marktconforme prijs. En we helpen de stad ermee vooruit. Dit is een buitengewoon zakelijke deal. En ik ben blij dat ik dit aan u kan voorstellen. Kort en mondig. Ja, u kijkt me een beetje boos aan dat ik dan bij de microfoon sta. Ik kijk helemaal niemand boos aan. Ik zeg alleen kort en bondig. Kijk, nou lach je tenminste. Hallo, ik kies gelukkig mijn eigen gezicht. Ik ben het met de wethouder eens. De ontwikkelingen, dat we daar inderdaad samen eigenlijk voor zijn. Maar ik heb al zo vaak aangegeven deze avond, waarom niet? En ik heb helemaal niet beweerd dat het geen marktconforme prijs is. Daar ging het er helemaal niet om. En ik heb al tot treurnis toe net verteld waarom wel. En ik vind het jammer dat u daaraan voorbij gaat. En die discussie heb ik net al met meneer Vergol gehad. Maar om de avond dan maar wat korter te houden, daar ben ik heel duidelijk in geweest. En u duikt daarin. Moeten wij Wereldhaven nou gaan helpen aan de financiering? Daar gaat het om. Moeten wij een parkeergarage gaan kopen? Daar gaat het om. Terwijl u in hetzelfde voorstel wat hier ligt, ja, ik ben alles aan het herhalen, dat de parkeerplekken eigenlijk uiteindelijk op termijn niet meer nodig zijn. Nou, een aantal nog meer dingen. En zo hebben we ook al onlangs 3 panden aan moeten kopen. Ook weer voor de ontsluiting van Wereldhaven. En het gaat maar door en het gaat maar door. Dat is de clue. Niet over die marktconforme prijs, want daar heeft u mij heel de avond niet over gehoord. Maak het termijn af. Ja, voorzitter, ik reageerde slechts op het statement van de heer Smolders dat dit geen zakelijke deal zou zijn en dat wij ons zouden laten piepelen door Wereldhaven. Dat is niet aan de orde. Dat er in dit besluit ook elementen zitten waar je tegen kunt zijn, of waar op basis waarvan je een tegenstem op dit voorstel kunt formuleren, dat hoor ik de heer Smolders inderdaad herhaaldelijk zeggen. Ik doe graag de toezegging dat ik de punten zoals ik die nu scherp heb weergegeven, waarom dit een buitengewoon zakelijk verstandige transactie is en waarom we hier de stad echt verder mee zullen helpen, dat ik dat nader zou aanvullen in het eindvoorstel. Want dat je daar ook niet omheen kan, dat is volgens mij, heb ik dat voldoende ook weergegeven. De slotte, meneer Smolders. Ja, ik zal het heel kort houden. Wereldhaven gebruikt u als pinautomaat. En uiteindelijk is het Wereldhaven die bepaalt en u betaalt. Terwijl wij helemaal geen behoefte hebben om die parkeergarage te kopen. Dat is waar de kern van de zaak vandaag over gaat. En ook die had ik al gehoord en is dus een herhaling van zetten. Wethouder. Ja, voorzitter, het spijt me, maar ik ga daar toch op reageren als u me toestaat. Omdat namelijk Wereldhaven bepaalt. Nee, wij hebben gezegd dat wij die Emma-passage open willen hebben. Dat is ons statement geweest. Om dat te kunnen realiseren, zul je in dat gebied ook een investering moeten kunnen doen. Daar doen wij een investering voor, dat hebben we ook gezegd. Wij willen niet dat we daar straks met een half afgemaakt plan blijven zitten. We hebben al te veel half afgemaakte plannen in onze stad. Wij willen door, dat hebben wij aan u voorgesteld. Daar zit in de begroting, zijn daar middelen voor opgenomen. En als onderdeel van het afmaken van het plaatje ter plaatse, doen wij nu het voorstel om de parkeergarage te kopen, waarmee uiteindelijk ook het plaatje ontstaat zoals wij dat voor ogen hebben, namelijk een gerevitaliseerd gebied, een openbaar toegankelijke Emma-passage of een Emma-straat, dat het dan wel zou worden, en een totaal opgeknapt gebied waar uiteindelijk 25 miljoen euro in kan worden geïnvesteerd. Dat is wat wij voorstellen. Dus wij bepalen wat wij zelf voorstellen, dat is wat wij voorstellen, en dat doen we op een manier dat verantwoord kan worden, marktconform, in exploitatie te nemen en op een goede manier verder naar de toekomst toe te exploiteren. Tel je zegeningen. Tel uw zegeningen. Nee, u bepaalt niet. U komt elke keer hier weer om geld vragen, wat helemaal van tevoren helemaal niet afgesproken is. 3 panden plat gooien, nu weer een parkeergarage kopen. Die ontwikkelingen kunnen wel gebeuren, maar die zakelijkheid waar ik het over heb, die is niet aanwezig. Omdat u telkens weer door Wereldhaven voor het karretje wordt gespannen om hier geld te komen halen voor een heel arm lastige multinational. Want die heeft nou dat geld nodig op een winst van meer dan 100 miljoen, anders kunnen ze die plannen niet uitvoeren. En als daar gaan ze u mee onder druk zetten, omdat anders de plannen niet doorgaan. Zo hebben we het hier nooit afgesproken en zelfs de coalitiepartijen zijn het daarmee eens. Dus
Maakt dat u bent daar niet geloofwaardig door. Uiteindelijk is het jammer dat het zo gebeurt, want de plannen, daar kunnen wij ons wel in vinden. En dat is waar ik me telkens zorgen om maak, om die zakelijkheid. En daarom gaan we in het financiële deel niet mee.